Hallo, welkom bij Tips en Tricks van Urm en E. Irma en Eleonora. Van? Van Helpworks Fitness Gorinchem. Tips en Tricks. We gaan met jullie eigenlijk vandaag een aantal oefeningen doornemen. Die in verschillende groepslessen voorbij komen. En die wel belangrijk zijn om heel goed uit te voeren. Om bijvoorbeeld blessures te voorkomen. Of juist om meer uit je beweging te halen. Dus, twee voordelen eigenlijk. Nou, we willen beginnen met de squat. En dan denk je misschien, ja, squat kan ik al. Dat doen we heel vaak. Maar het is goed dus om het goed uit te voeren. We beginnen eigenlijk met de smalle squat. En het is belangrijk dat je dan je voeten heupbreed zet. Dat wil je wel zien. En je tenen naar voren. Als je maar even dwars draait, dan kan ze laten zien hoe het niet moet. Dat doen we eerst even. Nou, bijvoorbeeld. je zou denken, ja, dat gebeurt niet. Je ziet het wel eens gebeuren. Met je knieën net te ver voor je tenen. Nou, ga je je knieën hangen, dat doet zeer. En dan heb je er ook niet zoveel aan, want dan doe je een knieoefening in plaats van voor je benen en je billen. Dus? Ja, of mensen doen meer dan. Dan denk je, ja, dat gaat toch ook naar beneden. Maar ja, dat is ook net een verkeerd deel van je lichaam. Dus, je wilt je benen, je wilt je billen hebben, toch? Dus, de bedoeling is, je knieën niet bij je tenen, dus niet naar het doel als net niet te zien. Je hebt je knieën naar achter en je gaat eigenlijk op een krukje zitten. Dat is echt zo'n laag krukje. Lekker laag. En hou je borst zoveel mogelijk op. Dus alsnog niet helemaal daar naartoe. Want ja, je mag er al uit. Dus die billen goed naar achter. Yes? Oké, dan hebben we nog eentje, want je hebt dus een smalle squat. Je hebt ook een bredere squat. Het is dan de bedoeling dat je, ja, dit is dan niet lekker. Hier moest je wel je tenen naar voren. Als je dat hier doet, krijg je zo een squat. je ziet zelf even al dat dat niet helemaal de bedoeling is. Dus, die knieën gaan naar buiten. Tenen gaan naar buiten, knieën gaan naar buiten. Dus het is ook niet de bedoeling dat je dan ook zoiets gaat doen. Naar voren hangen, net als bij die smalle. Maar ook hier, weer het krukje. Ja? Die knieën richting je kleine tenen. Dus ook niet daar naartoe of zo, maar daar naar buiten. Yes? Gewicht hou je in het midden. Gewicht precies in het midden. En dat ook, hè? Niet denken een beetje van, oh, ik ga een beetje zo, of een beetje precies in het midden naar beneden zakken. En ook hier hou je je borst op. Dus, nou, probeer maar eens een paar keer. Je zal het verschil voelen tussen, net een klein stukje naar achter en misschien iets lager. Ja, hoe hoog is het krukje bij jou? Ja. Als je laag gaat, dan is het krukje niet de grond. Dus niet lager dan je knieholtes, want anders ben je door je punt heen. Dat kan wel. Maar dat is ook niet lekker voor je knieën, kan ik je vertellen. Zeker als je dat vaker achter elkaar, als je dat een paar keer moet doen, vinden je knieën dat niet prettig. Dus niet lager dan je knieën. Dus ongeveer deze hoogte. Yes? Oké. Dat waren dan de squats. Je hebt ook nog een drop squat. Die zit bijvoorbeeld nu bij, nee, het zit niet bij de ISCO. Dat wilde ik zeggen, maar dat is niet zo. Kan er wel eens wel bij zitten. Een drop squat is eigenlijk, ja, je dropt, je springt in één keer naar beneden. Je zet hem vast. Het is ook de bedoeling dat je dan ook niet iets van dat gaat doen, want dat is echt een enorme klap op de knieën. Dus ook hier, net als bij die gewone squat, die voeten en die knieën naar buiten. Ja, drop en terug. Drop en terug. Dus zet het goed neer. Zet je voeten goed in de grond. Ja, dus eerst je hielen in de grond. Paf! Want doe je dan namelijk eerst je tenen, dan komen die hielen in de snelheid. Want dan doe je een drop squat. Als je die hielen niet in de grond zet, dan komen ze er eigenlijk niet in die snelheid dat je dat meestal doet. Dus zet die hielen goed in de grond. En waarom is dat nou? Ja, kijk, maar doe er nog even voor. Waarom is dat nou? Als je op je tenen gaat, dan heb je al minder effect uit de oefening. Want dan kun je zo laag niet. Ik niet in ieder geval. En je ziet, dan sta je eigenlijk alleen maar op je tenen. Dan komt heel die klap op je tenen terecht. Nou, als je dat dus heel vaak doet, ben ik achtergekomen. Want eerst deed ik dat dus ongemerkt ook. Krijg je last van je scheenbenen. En dan kan je vertellen, dat is echt niet prettig. En het gaat ook niet zo makkelijk over. Dus voorkomen dan liever, denk ik. Ja, dus bij een squat, een drop squat of straks een jumping jack. Altijd eerst die hielen in de grond en doe dat ook bewust.
Het kan beter wat meer een baf zijn in die grond, dan dat je denkt, oh, lichtvoetig. Maar dan voel je misschien net niet goed uit. Dus gewoon bewust die hielen in de grond. Ja, ik voel mezelf ook een beetje lomp als ik dat doe, maar ja, zet ze in ieder geval goed neer. Nou, we hadden dus die drop squat. Jumping jack lijkt erop, hè. Bijvoorbeeld met je armen. Het is ook hier de bedoeling. Eerst die hielen in de grond. Lijkt al gelijk op elkaar. Drop squat, jumping jack, dat maakt niet uit. Zit dus nu ook in de X-code bijvoorbeeld. Dan heb je ja, die in het midden, die lumber jack. Dan moet je er ook op focussen dat die hielen in de grond blijven gaan. Dus wat je ook doet, altijd die hielen in de grond. Ja, je kunt dat als je denkt, ja, hoe dan? Je kunt een klein stukje naar voren springen. Want als je naar voren springt met je voeten, alles maar een paar millimeter, dan kom je al vanzelf als eerst met die hielen op de grond. Wat je doet niet, ik niet in ieder geval. Ja, het kan wel, maar dat is niet de bedoeling. Dus, hap, hap. Ja, nou. Ja, je denkt, hoeveel theorie kun je hebben over een jumping jack en een squat? Nou, heel veel. Maar het is dus belangrijk, want zoals gezegd, uit ervaring, je hebt gewoon pijn als je het niet goed doet. Ja, en als je het heel vaak in de week doet misschien. Nou, als je hier pijn hebt, is het goed? Hier pijn mag, maar daar, en dat je niet meer kunt lopen, dat is niet zo goed. Dus, zoals ik al zei, beter voorkomen dan genezen. Dan hebben we ook nog een andere oefening. De lunge. Ja, daar denk je misschien ook. Nou, die doen we toch ook al, die kennen we. Ja, maar daar zijn ook nog wel wat dingen die je ja, misschien net even anders kunt doen. Dus, je urm mag hem even voordoen. Urm. Ze doet hem even voor. Het eerste is heel belangrijk dat je je voet goed naar achter zet. Irma heeft niet zulke lange benen, maar het legt wel veel afstand af. Zie je het? Dus, maar je ziet het ook nog wel eens gebeuren. Mensen denken, oh, dat is toch wel genoeg. En dan krijg je dit. Nou, je kan waarschijnlijk al raden, je ziet die knie alweer gaan, dat dus niet goed is. Dat is het ook niet. Die knie ook hier niet voorbij je tenen. Hij mag natuurlijk altijd wel een beetje, je kan nooit helemaal hier blijven. Hij mag altijd wel een beetje naar voren, maar je moet altijd je tenen kunnen zien. Voor je knie langs. Dus die stap kan altijd best nog wel wat groter. En dan heb je ook weer meer effect. Want als je hier staat, ja, dan gebeurt het mij niet zoveel. Terwijl als ik hier doe, denk ik van, oh ja, oh, die billen, goed, bovenbeen ook. Je voelt het gelijk dat het anders is. En ook hier, niet daar hè. Dat zie je ook nog wel eens gebeuren. Een beetje smokkelen, zo, oh ja, oh, nou. Maar, hou je lijf in het midden. Als het kan. Je ziet het vaak, even een arm erbij. Die houd je eigenlijk rechtop. Die duwt je hier naartoe. Dus blijf ook hier dus in het midden. Je achterste knie gaat naar de grond. Want je ziet ook wel eens, dat zei ik ook eigenlijk al, meer dit gebeuren, dan doet het achterste been helemaal niks. Dus blijf in het midden. Achterste knie gaat naar de grond. Zo ver als je kan. Ik zou hier ook niet helemaal, ja je kan hier naartoe, maar dan moet je ook weer helemaal terug. Dus dat zou ik niet doen. Iets boven de grond vasthouden. Nou, iets of oké dan. Dan heb je ook het meeste effect voor je billen, voor je benen. Nou, je hebt ook nog een jump lunge. Ja, die hebben we dus ook. Daar is ook de bedoeling dat je dus niet, ja, je moet eigenlijk wisselen in die lunge, dat je dan niet al heel snel denkt, oh ja, hier, want dit is namelijk een scissor. Dat is een andere oefening. Dus als je een jump lunge hebt, zak ook echt naar beneden en wissel goed op. Dus maak die stap ook steeds heel groot. Want anders heb je dus een scissor. Nou ja, dan heb je net weer wat anders. Kan ook. Maar ja. Ja, dat is ook bij deze belangrijk. Ja, ze zegt, vul het nog even aan. Het is belangrijk om ook hier goed op je hiel te landen. Je kan hier namelijk ook, zeker als je moet springen, snel de neiging hebben om een beetje hier uit te komen. Op die voorste voet. Maar zet ook hier eigenlijk eerst die hiel in de grond. Zet het goed neer. Ja, dat is gewoon echt heel belangrijk. Want anders ook weer knie, nou misschien is geen been. Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de squat. Bij de jumping jacks eigenlijk. Ja, dat wil je dus echt niet. Dus maak die stap gewoon groot. En weer groot. En weer groot. Nou, ja,
Nou, het zijn eigenlijk toch wel hele belangrijke oefeningen zoals je ziet. En ze komen dus veel voor in groepslessen. Daarom is het belangrijk dat je ze goed uitvoert. Dat we niet straks allemaal leven met de blessures hebben, want dat zou we toch gewoon vervelend vinden, toch? Wij kunnen nu niet zien of jullie het goed doen. Dat hopen we natuurlijk wel. En jullie staan hier altijd, dus je weet ongeveer hoe alles werkt. Maar ja, weet je, het zijn net even die kleine dingen die wij hier ook in de les niet altijd kunnen vertellen, omdat het gewoon geen tijd voor is. Dus dat eigenlijk. Ik zou zeggen, ga thuis eens gewoon eens even oefenen. Kijken van, doe ik het goed? Kan ik nog iets aan mijn houding aanpassen? Nou, dan kun je helemaal fit en strong straks weer. Hopelijk na 1 maart. Was het, geloof ik. Hopen we weer gewoon lekker hier staan. En dan kun je ons laten zien, kijk eens, hoe perfect ik die squat doe. Of hoe perfect ik die lunch doe. Toch? Nou, ga thuis lekker oefenen. Doe vooral nog lekker mee met de online groepslessen. En heel hopelijk tot heel snel. We missen jullie echt hoor. Tot de volgende keer. Doeg!